In onze organisatie werken we aan ontzettend veel leuke, grote, integrale projecten. En dat is ontzettend gaaf om te doen. Alleen lopen we ook elke keer tegen het probleem aan van veel data. En dat kunnen wij tot op heden niet goed beheersen. Dit merkten we ook bij een groot project waar grondverwerving onderdeel van was. En daar moesten we iets mee doen. We hadden daar te maken met ruim 200 grondeigenaren. En het was heel erg lastig om de voortgang per verwervingsdossier goed inzichtelijk te maken. Ja, dat deden we op een hele ouderwetse manier in Excel, met verschillende kolommen en regels. En dat gaf zo'n enorme brei aan informatie dat het gewoon niet werkbaar meer was. En wat wij hebben geprobeerd is om al die gegevens samen te brengen in één overzicht, zodat iedereen altijd weet hoe het ervoor staat. Bas liep op het projectbureau rond en die dacht, dit kan veel slimmer, dit kan veel sneller, dit kan veel effectiever. En Bas en Rick hebben uiteindelijk een GIS-viewer ontwikkeld. En op basis van die GIS-viewer konden we heel makkelijk grondvervingstekeningen genereren. En hadden we altijd een actueel overzicht van de stand van zaken. Het zijn eigenlijk dezelfde gegevens, alleen slimmer ingericht met slimmere middelen. Zodat je daar beter je werk mee kan doen. Ik merkte dat het bij de opdracht...